Vlak naast de A2 ligt Hotel van der Valk aan de Aalsterweg in Eindhoven. En los van het hotel is hier onlangs ook een vestiging van Jack's Casino geopend. En nog maar net in bedrijf, op vrijdag 13 juli, werd het casino overvallen. Nadat de laatste bezoekers al lang en breed weg waren. Het is dan al bijna 2:30 s'nachts als er ineens 3 mannen de kluisruimte instormen. Meteen moet een medewerkster eraan geloven. Ze krijgt een pistool op haar hoofd gedrukt. Het is wel duidelijk, deze overvallers schrikken niet terug voor grof geweld. Er is alleen nog personeel in het casino, verder is er niemand. Alle klanten zijn al weg, het is na sluitingstijd. De daders lijken precies te weten waar ze moeten zijn, wat ze moeten hebben, wat ze moeten doen. Als een team gaan ze razendsnel te werk. De een houdt de medewerkster onder schot, de andere halen de kluis leeg. De hele inhoud gaat mee in een grote plunjezak. Uiteindelijk weten ze een grote som geld mee te nemen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, want behalve briefgeld gaan er ook enkele duizenden eurostukmunten mee. En dat is niet alleen ontzettend zwaar, maar dat geef je ook niet zomaar uit. En dat zou dus zomaar ook een heel interessant spoor naar de daders kunnen zijn. Maar natuurlijk willen we weten of er mensen zijn die de overvallers op de beelden herkennen. Maar ook die grote hoeveelheid geld en die losse 1 en 2 euro munten. Is iemand misschien opgevallen dat mensen in de omgeving plotseling over veel geld beschikken? Of zijn die 1 en 2 euro munten misschien geprobeerd in te wisselen, bij een bank of een winkel bijvoorbeeld? Nou, in dat geval horen we dat heel graag. Naast los brief- en muntgeld hebben de daders ook enkele geldkokers meegenomen. En dat zijn toch dingen die je in het dagelijks leven niet veel ziet. Wat wij willen weten is of er mensen zijn die die kokers hebben gezien. Of misschien wel hebben gevonden. Het gebeurde dus op vrijdag 13 juli om 2:30 s'nachts. Met die grote, zware plunjezak moeten ze hier wel in een auto zijn gestapt en zijn gevlucht. Omdat het casino pal naast de A2 ligt, zijn de vluchtmogelijkheden legio. Maar ze kunnen wel zijn opgevallen. Als er mensen zijn die zich iets herinneren dat met deze overval te maken kan hebben, laat het dan meteen weten. We hebben hier zeer waarschijnlijk te maken met zware criminelen. En die precies wisten waar ze moeten zijn en die niet terugdeinzen voor veel geweld. Daarom is het echt heel belangrijk dat iedereen die iets denkt te weten, al is het nog zo weinig, meteen met ons belt. Ze moeten snel worden gevonden, deze gevaarlijke overvallers. Nou, kijk nog eens goed naar deze beelden. Er is in elk geval één moment waarop een overvaller recht in de camera kijkt. En dat is hier, onder in beeld. En let dan goed op zijn ogen. Ja, verder doen ze er alles aan om niet herkend te worden. Het lijkt ook wel alsof ze allemaal eenzelfde soort bivakmuts dragen. Let vooral op houding, manier van bewegen. Als u ook maar het flauwste vermoeden heeft, pak dan de telefoon en bel. 0800 60 70, dat is het gratis nummer van de tiplijn. En als u liever uw naam niet zegt, maar toch iets wil melden, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.